Het water bij Deventer staat hoog en het peil wordt nog hoger. Want de piek moet nog komen. Sinds 2011 heeft het water niet meer zo hoog gestaan. In Zwolle houden ze het op het hoofdkantoor van het waterschap allemaal nauwlettend in de gaten. Albert, het draaiboek Hoogwater Deventer, waar staat er ook alweer op geschreven? Tijdens de situatie van hoogwater vinden er veel overleggen plaats. Die vinden hier plaats, dit is het Wateractiecentrum Water. De overleg is net afgelopen, dus vandaar dat de deur nu open staat en iedereen weer zijn gang is gegaan. En aan het werk gaat om bepaalde acties uit te voeren. Dit is een ander deel van het Wateractiecentrum. Hier zit de informatiecoördinator. Hier is altijd het meest actuele beeld van de situatie met actuele feiten en beelden. Ja, langs de IJssel zijn we nu extra alert. Er zijn een aantal plekken in de IJsseldijken die wat meer aandacht vragen dan normaal. Dus daar gaan we extra controle op uitoefenen. En de piek verwachten woensdag of donderdag. En het kan zijn, het hangt er een beetje vanaf hoe hoog het water echt komt. En dan moet er nog een beslissing worden genomen of wij dijkwachters gaan inzetten, ja of nee. Deze staat eigenlijk continu aan om de waterstanden continu in de gaten te houden. Nu staat hij bij Deventer, omdat de komende dagen Deventer het meest spannende locatie wordt. Maar we verwachten dat het alles binnen de bandbreedte blijft en dat ook Deventer droog blijft en de Wellekade ook. Als we dan ietsje verder lopen, worden hier de dijkwachters worden hier aangestuurd en de dijkwachtspecialisten zitten hier vaak. Veel contacten ermee om te kijken van waar er schade is of waar kwetsbare plekken zijn om die te kunnen herstellen. Nou, en dit is ook een uitgeprinte werkkaart eigenlijk, waar de meldingen even heel snel genoteerd kunnen worden. Waarna ze later ook weer digitaal worden gearchiveerd. Je ziet hier een zandmeevoerende wel. Een heel mooi voorbeeld van eentje die volop nog in werking is. En het water in de IJssel staat nu een stuk hoger dan aan deze zijde. Het water gaat dus onder de kleilaag, onder de dijk door. En heeft hier een opening gevonden in de sloot. Water van de IJssel dat onder de dijk doorstroomt. Dat klinkt niet goed en dat is ook niet goed. En juist is dat de reden dat de dijken tijdens hoogwater voortdurend in de gaten worden gehouden. Want op zeker 20 andere plekken is de dijk op dit moment lek. Door het waterpeil in de sloot omhoog te brengen, kan de ondergrondse stroom worden stopgezet. En dat wordt allemaal weer geregeld vanuit het actiecentrum Water in Zwolle. Wat we net hebben bekeken zijn de waterstanden die we verwachten die de komende week aan gaan komen. En dan gaan we kijken in deze lijst van nou zijn de kunstwerken gesloten, wanneer ze gesloten moeten zijn. Of komen er hoge waterstanden voorbij en moeten we de omliggende gemeente waarschuwen om nog andere kunstwerken te gaan sluiten. Ja, voor die 30 plekken die nu zijn aangepast, was die een half meter hoger. Ja. Ja, en inderdaad Herman, dat plekje daar, die dijk naar... Naar die boerderij toe. Ja. Was overstroomd. Ja. Ondanks enkele zwakke plekken in dijken is de situatie met het water toch veel minder dreigend dan in voorgaande hoogwaterperiodes, zoals 2011. Dat lijkt toch het resultaat van het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier, waarin door heel Nederland miljarden zijn geïnvesteerd om de afvoercapaciteit van rivieren zoals de IJssel te vergroten. Zo zijn bij Deventer en hier bij Zwolle nevengeulen in de IJssel aangelegd. Nou, we staan hier bij de nieuwe brug, zeg maar, die hier gebouwd is. En voorheen was dit gewoon allemaal boerenland. En hier hebben ze dus grote geulen gegraven, zodat bij extra hoog water, zeg maar, het water meer ruimte krijgt. Nou, en zoals je ziet, je hebt meer ruimte, hè? Ja, het wordt dan een beetje spannend straks met de brug, denk ik. Ja, het hangt erom of die ondergaat, ja of nee. Het weggetje hier achter ons zal er waarschijnlijk dan wel iets ondergaan. Waarschijnlijk een centimeter of 5, 6, weet ik veel. Maar ik denk wel, de bewoners zijn weer heel blij met deze opknapbeurt voor de uiterwaarden. Want in oude tijden hadden ze al lang met het bootje gemoeten nu. Het is een hele mooie testcase, omdat dit de eerste keer is dat die geulen echt meestromen. Je ziet ze ook dat ze meestromen, de geulen staan vol.
Nou, dat houden we nu dus goed in de gaten. Hè? Omdat dit de eerste keer is dat ze meedoen, kunnen we mooi kijken of er nog kinderziektes zijn die we moeten herstellen. Maar dat doen we vast na het hoogwater. We gaan nu eerst kijken hoe het werkt. En dan zien we na de hoogwaterperiode wel of er eventueel nog verbeterpunten nodig zijn. En het is gewoon een prachtig gezicht ook om te zien.